fantastisch dat u in zulke grote getalen op 5 december hier bent gekomen. De sociale faculteit die viert een jubileum en ook een heel belangrijk jubileum. Die heeft gezegd, wij willen een aantal belangwekkende thema's die te maken hebben met de relatie universiteit en maatschappij hier uitvoerig bediscussiëren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een permanent debat over de identiteit van de VU. De VU heeft natuurlijk een uitgesproken identiteit die verbonden is met zeg maar het sociale evangelie, als ik het zo mag uitdrukken. En dat biedt een enorm perspectief als je naar de toekomst kijkt en ook het verleden analyseert. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om dat concreet te maken. En dat is precies wat zeg maar, dit verbale onderzoek beoogt. Wat is er voor nodig om over 10 jaar, als we hier de balans opmaken, wat is er voor nodig om dan te zeggen, oh, wat hebben we in 10 jaar veel bereikt in Amsterdam? Van die 50.000 studenten is echt een veel groter aantal verbonden met de praktijk. Wat is er voor nodig om daar vaart in te krijgen? Nou, ik denk dat, en er is meer natuurlijk in de stad, maar voorbeelden als Vooruit, die zo ongemeen concreet zijn, dat mobiliseert. Die politieke aandacht organiseren door de burgemeester of de wethouder, dat is ook echt belangrijk om ook het bedrijfsleven hieraan te committeren. Volgens mij is dat helemaal niet moeilijk, want de cv's die door onze studenten worden opgebouwd, die zijn machtig interessant voor bedrijven. Ja, en dan moet er een soort van standing organization zijn die voor een deel, 10.000 man, door de universiteiten, de hogescholen, de woningbouwcorporaties en een beetje de gemeente overeind wordt gehouden met een goede professional. Ja, dan kan dat. Als je nu ziet, van hoeveel studenten zijn er voor Vooruit actief in de stad? 64. Hoeveel studenten hebben we? 50.000. Nou ja, als je een enquête houdt van hoeveel studenten zouden iets willen betekenen voor hun omgeving in de stad. Nou, ik schat dat het tussen 5.000 en 10.000 zijn. Ja, precies. Dus dan gaan we toch nog een factor 100 omhoog. Hilhorst, u staat hier te trappelen van ongeduld. Ja. Waarom? Omdat ik namelijk denk dat voorbeelden als Vooruit, er zijn ongelooflijk veel prachtige voorbeelden in de stad. Maar het zijn vaak voorbeelden die losstaan van de routine. En dat betekent dat je eigenlijk als je echt de kracht van de Amsterdammers wil gebruiken. En die kracht is ongelooflijk. Want als je gaat bedenken dat er 50.000 studenten zijn, er zijn ook nog 50.000 op hbo en op mbo. Er zijn ongelooflijk veel mensen die het zouden kunnen doen. Alleen het is eigenlijk heel weinig verbonden met het gewone werk. En ik denk dat dat uiteindelijk de opgave is voor de toekomst. En ik kan daar een voorbeeld bij geven. Op het moment dat is ook wat we in het boek beschrijven, er moet een andere overheid zijn om open te staan voor initiatieven uit de samenleving. En wat bedoel ik met die andere overheid? Is dat als de financiering eigenlijk wijkgebonden is, dat professionals in de wijk ruimte hebben om dingen te doen, dan zullen ze wel gek zijn om niet aan te sluiten bij een initiatief als Vooruit. Er zijn dat is namelijk dan raar. En wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk het gewone werk wat er gebeurt in de stad, is eigenlijk heel weinig verbonden met de initiatieven die uit de stad komen. En ik denk dat daar een enorme verandering aan kan zijn. Ze hebben een andere houding van de overheden nodig om aan te sluiten bij die netwerk. Dat is de ene kant, waardoor je als er een initiatief is, dat dat beter aansluit bij de routine. Maar het tweede is dat ik denk dat instellingen als de VU en de UvA ook eigenlijk kunnen stimuleren dat het gewoon wordt dat je iets doet voor de stad. Er zijn 50.000 studenten. Als die 50.000 studenten twee uur per week zouden besteden, moet je bedenken wat een ongelofelijke hoeveelheid tijd er besteed kan worden aan de stad. Hoe denkt u dat het komt dat dat in Nederland, in Amsterdam, nog zo minimaal is? Dat als je ziet bij sommige instituten, bijvoorbeeld bij het Amsterdam University College, daar wordt het heel erg gestimuleerd. Ja, daar wordt het gewoon gemaakt. Maar daar is een stafmedewerker die hier aanwezig is voor vrijgemaakt. Ja, maar dat betekent dat het gewoon is voor studenten om iets te doen. En uiteindelijk is het zo dat als studenten het gewoon vinden dat er iets gebeurt, dan betekent dat ze ook op zoek gaan naar dingen die ze doen. En het leuke is dat als iemand zoiets doet, dat ze vaak genoeg enorm geïnspireerd terugkomen voor wat je uiteindelijk met je studie wil. Reageer je nog even op, Anton? Nou, ik denk een andere factor, dat komt op, denk ik misschien wel op hetzelfde neer, is een soort van valse gestolde verwachtingen. Dus toen ik bij Vooruit kwam en ook in gesprekken met collega's aan de UvA, kreeg ik toch heel vaak te horen van, ja,
Maar dat is een taak van de overheid. Die is er voor de zwakkeren. De eerste reactie is toch van, we gaan terug, wat is onze core business? En dat is toch ook nu een heel dominant discours in de Nederlandse samenleving. Van de woningbouwcorporaties, die moeten niet, want vooruit is natuurlijk ook een soort sociaal beleid, integratiebeleid, onderwijsbeleid tot op zekere hoogte. Maar die corporaties zijn toch allemaal hartstikke corrupt? Die moeten gewoon terug naar de core business. Wat is de core business? Wonen, wonen, wonen. Ja, en dan ga, als je die positie hanteert, dan gaat er heel veel mis. Dus daar is echt nog wel zorg nodig om dat te keren. Omdat dit is het hele dominante, bijna populistische geluid wat je vandaag de dag hoort. En Vooruit is een participatie- en integratieproject. Woning als beloning, dat was ons motto van het begin. Het is belangrijk dat jij in de wijk tussen de bewoners, onder de bewoners woont. Niet alleen komt voor een paar dagen in de week of een paar uur per dag om iets te doen. Je bent een deel van de bevolking. Je begrijpt beter, je leeft samen, je drinkt thee samen. En dan heeft het echt een effect op de mensen met wie je wil iets bereiken. De essentiële componenten van dit project zijn studenten, woningen en geld. Studenten kunnen heel veel doen en willen ook graag maatschappelijk betrokken zijn. Woningcorporaties en de universiteit. De samenwerking tussen deze drie componenten moet volgens ons omarmd worden door de overheid. Om het mogelijk te maken voor soortgelijke projecten te floreren. Wat is onze droom? Onze droom is eigenlijk in alle achterstandswijken in Amsterdam en in het land op zo'n directe manier projecten op te zetten. Het was zomer 2009 en ik was aangenomen door Liora bij het Vooruitproject. En op een zengend hete zomerdag stapte ik in een oer-Hollands klein dorpje tussen de weilanden in de auto met mijn moeder en vriend. En ik ging op weg naar mijn nieuwe leven. Dat begon op de ingelanden weg in Osdorp De Punt. En toen als 20-jarige had ik nooit kunnen vermoeden dat Vooruit mijn leven zou worden. En dat het me zou vormen, zo erg zou vormen tot de persoon die ik nu ben. Het project heeft mij dus ontzettend veel gegeven. Maar ik heb ook het idee dat ik heel veel heb kunnen geven aan de mensen, aan de ouders, de kinderen in Osdorp. En dat is ook waar ik het voor doe, die roeping. En dat is voor mij waar het leven om draait. Iets goeds doen voor een ander, iets goeds doen voor de maatschappij. En dat heb ik nog maar weer bevestigd gekregen tijdens mijn werkzaamheden voor Vooruit. Als het gaat om draagvlak, ik denk dat de kracht zit in de zin die ook in de uitnodiging staat. Je hebt 50.000 studenten die in principe potentieel iets voor de stad kunnen betekenen. En dat kan de universiteit niet alleen. Dat kan de gemeente niet alleen. Dat kan de corporatie niet alleen. Dus iedere poot is cruciaal. En er hoeft maar één poot weg te gaan of het zakt in elkaar. Eigenlijk is die publiek-private samenwerking vraagt eigenlijk dat een ieder zijn best doet. Ieder verantwoordelijkheid neemt, verantwoordelijkheid pakt. En dat zie ik bij heel veel van die initiatieven. Dat er initiatieven onder druk komen te staan als een van die drie of een van die vier pijlers terugtrekkende bewegingen maakt. En dat zit hem niet alleen in geld. Dat zit hem dus ook gewoon echt in commitment. Hè. Dit soort sessies organiseren. Het weer op het netvlies krijgen. Van wat is nou de toegevoegde waarde van wat we hier met elkaar doen. En als wij onze mond vol hebben over de participatiesamenleving. En de doe-het-zelf-samenleving. Over wie hebben we het dan? Wie participeert dan? En de kwetsbare zit hem in als er andere prioriteiten die ook heel legitiem zijn door een van die pijlers worden gesteld. Als de overheid zegt, we hebben nu een gigantische reorganisatie door te voeren. Dus we hebben op dit moment even niet de aandacht hiervoor. Oftewel, we gaan onszelf onbewust naar binnen keren. Ja, dan is dit gedoemd te mislukken. We hebben Vooruit opgezet als een pilot, zou je kunnen zeggen. Belangrijk initiatief, elders gebeurt het, waarom doen wij het eigenlijk niet? En nu staan we op het moment van, gaan we daarmee door? Hebben we er wat van geleerd? En wat gaan we er dan precies mee doen? Dat komt ook straks, daarom hebben we dit debat ook in het nieuwe instellingsplan terug. Ik zou vinden
dat het een heel groot succes is gebleken, dat Vooruit-project. In wat de samenleving ervan vindt, wat de studenten ervan vinden, wat maatschappelijke organisaties ervan vinden, corporaties en noem het maar op. Absoluut aanleiding om te kijken of je het op een andere schaal georganiseerd gaat krijgen. En daarbij is Vooruit natuurlijk maar een voorbeeld van community services. Er zijn andere vormen te bedenken. Ik heb wel een paar dingen geleerd. Dat is één, als je jezelf niet organiseert, dan gebeurt het in die end niet. Dat geldt niet alleen maar voor een universiteit, dat geldt ook voor andere organisaties. Als corporaties zich niet hadden gezet om dit te gaan faciliteren en dat hadden georganiseerd, was het niet gelukt. Als scholen niet ontvangende partijen zouden willen zijn en willen het niet. Als de deelraad dat niet wil doen, dan gebeurt het niet. Al die partijen zijn nodig om dit te laten werken. Voor mij is het makkelijk om studiepunten te geven. Snap je, dat is voor een deel. Ik moet dus gaan zoeken naar waar ik het aan kan pakken. Dat die student ook, die al om ze te verleiden om in Amsterdam te gaan wonen. Dit zijn projecten Vooruit, dat zijn beperkte plekken, zou ik zeggen. Maar de student die al in Amsterdam woont, om die zo gek te krijgen dat hij inderdaad iets gaat doen voor de stad. Ja. Hoe betekent dit dat de studenten op het University College allemaal een verplichting hebben in hun curriculum dat ze een maatschappelijke gestructureerde activiteit moeten aangaan en dat jullie dat met hun organiseren? Nou, het is niet zozeer een verplichting, want ze kunnen kiezen, ze kunnen of wat wij noemen een community project gaan doen, of ze kunnen een internship gaan doen. Dat is een gewone stage zoals we die kennen. We zijn hier nu tot een heel belangrijk punt gekomen, cultuurverandering. En ik weet zeker dat een cultuurverandering een heel lang proces is. Lang proces. Maar het kan makkelijk ergens en moet ergens beginnen. En als ik naar onze studenten kijk en ik zie hoe deze studenten gemotiveerd blijven, in het begin raken en blijven, betekent dat dat de verandering makkelijk ergens kan beginnen. En ik zou zeggen, als onze studenten bijvoorbeeld veel meer waardering hadden gehad van de overheid, de gemeente, gewoon een gevoel van, we doen het niet alleen voor Liora, Annika, Sebastian en Karel, maar we doen het voor de universiteit, we doen het voor onze maatschappij, dan zou het veel sneller zich ontwikkelen. Volgens mij hebben wij in Nieuw-West, met name door de crisis, de stedelijke vernieuwing die stagneert, van zo'n 12.000 woningen naar 2.000, hebben juist die plannen. We gaan niet slopen, we houden ze overeind. Maar we willen het licht dat daarin gaat branden. Dus daar hebben we gezegd, dat willen we echt inzetten voor studenten. Hoeveel heb je er dan? Hoeveel woningen heb je dan in Ik heb geen woningen. Ik heb wel dienstwoningen voor pakken je kansjongeren. Daar zijn we in een heel andere groep Amsterdammers. Ja. Er zijn de ex-criminelen, die heb ik namelijk ook. We hebben een aantal problemen als het gaat om huisvesting. En waar ik een kans in zie, met het project Vooruit, het hoeven niet altijd woningen die gesloopt moeten zijn. We hebben een aantal problemen, Felix. Eenzame ouderen. Eenzame ouderen die graag een wandeling met iemand willen maken. 1 keer in 2 weken. We hebben ouderen in de armoede. Ik doe al 20 jaar onderzoek naar dit soort projecten. En ik constateer 2 dingen. Dit project loopt al heel lang. Er zijn nu 64 studenten actief. Dat is niet heel veel. Dus dat de motor achter dit huisvesting is, dat trek ik in twijfel. Dus er zijn studenten die over de hele stad wonen. In heel veel wijken, ik woon zelf in de Staatsliedenbuurt, ook heel veel studenten. Er zijn ook heel veel leerlingen die daar hulp en ondersteuning nodig hebben. Dus ik vraag me af of het nodig is om huisvesting te hebben voor deze studenten. Dan moet er een ander incentive zijn voor de studenten. Wat ik belangrijk vind. En geef eens een voorbeeld van een ander incentive. Nou, wat ik belangrijk vind, en wat ook altijd uit het filmpje kwam, eigenlijk de grootste opbrengst, naar mijn idee, in van dit project, zijn de studenten. Die hebben de grootste opbrengst. Zij leren eigenlijk omgekeerd integreren, noem ik dat. We leven nu al in Amsterdam in een meerderheids-minderhedensamenleving. De groep van Nederlandse afkomst is officieel een minderheid geworden. Alleen ze kunnen dat nog niet. En deze studenten leren eigenlijk om een minderheid te zijn in een meerderheid van andere culturen. Ik ben Jeroen van Lindert en ik studeer bedrijfskunde aan de VU hier ook. En jullie hebben me inderdaad in de film gezien. En we hebben net een discussie gehad over of het wonen in de wijk nou zo belangrijk is. En ik denk dat het juist echt de kracht is van het project. Studenten zijn altijd aanspreekbaar voor de bewoners. Als ik naar de supermarkt loop, ik kom
De kinderen, de ouders kom ik tegen. Als iemand een probleem heeft, komen ze bij de studenten aan. De student kan meteen direct helpen. Het contact is daardoor zo makkelijk. Iedereen nodigt je uit op het moment dat jij klaar bent met een activiteit. En je brengt de kinderen naar huis. Dan kan jij daar een kopje koffie drinken. Kan je een kopje thee. Dus dat contact is heel erg belangrijk. En dat merk je ook bijvoorbeeld op een bewonersoverleg. Dat bewoners daar, en dat laat ik wel iets zien, juist op heel, heel laagdrempelig, alle bewoners zijn lyrisch over vooruit. En ook de mensen met wie ik direct contact heb, als wijkcoördinator, dus dat mensen die actief zijn in die wijk, die begrijpen het concept helemaal. En wat ik altijd merk, en is dat op het moment dat je het niet hebt gezien, dan, als je niet hebt meegelopen, als je niet contact direct met die wijk hebt, dan is het lastig te bevatten. Maar op het moment dat mensen meelopen, dan is opeens alles mogelijk met alle professionals, met alle mensen, met alle woningcorporaties. En ik vind het heel jammer dat op het moment dat eigenlijk op grote schaal, dat er heel veel beslissingen zeggen van we moeten het met z'n allen doen. En ik lijkt me dan ook heel goed dat op het moment dat, dat er eigenlijk een vervolg komt met inderdaad alle belangrijke grote partijen, om met z'n allen een besluit te kunnen maken. Want op dit moment is het zo dat Liora en de rest, die moeten contact zoeken met iedereen los. En dan worden zulke besluiten niet genomen. Ja, de kracht van vooruit is dat er uiteindelijk een win-win situatie was. Namelijk dat woningcorporaties hadden woningen die ze vanwege verbouwing en sloop tijdelijk moesten gebruiken. Tegelijkertijd weet je dat je daarmee studenten naar Nieuw-West lokt, waardoor ook de wijken aantrekkelijker worden. En eigenlijk wat je kan doen is dat je dan zegt van hey, dat model moeten we toepassen. Dan gaan we andere woningen zoeken. Als er minder woningen zijn, dan moet je eigenlijk niet zoeken van we gaan deze win-win nog een keer opzoeken. Maar er zijn nog ook andere win-win. Het voorbeeld wat ik noemde van de Albert Heijn, die eigenlijk de ruimte daarboven leeg heeft staan. Dat is een prachtig voorbeeld waarbij ze zeggen, wacht eens even, daar kunnen we kamers met kansen. En we laten onze jongeren daar bijles krijgen, waardoor ze ook gebonden zijn. Want die hebben een groot probleem met doorloop van personeel. En opeens is daar ook een win-win. Okay. Er is een prachtig, moet even voor de goede orde. Er komt de komende jaren, komt er, even zeg ik uit mijn hoofd, 1,5 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed leeg. Dan moet je eens bedenken wat daar voor een win-win mogelijk is. Dat je namelijk in de wijken zit. Dat je daar woningen hebt die op een gegeven moment verbouwd kunnen worden. En als je daar uiteindelijk zegt van nee, je hebt studenten die in een ander soort type woning wonen dan een gewone woning. Maar die willen daar wel bij wonen. Okay. En als het dan nog gratis is, ze doen iets voor de wijk. Heb je een ander soort win-win. Maar wat hier natuurlijk wel meer aan de hand is, zijn niet alleen corporatiewoningen die belang zijn. En dat is net wat Pieter ook zei. Je hebt nog zoveel maatschappelijk vastgoed en heel veel andere gebouwen die in die wijken zijn, die je ook allemaal kan gebruiken hiervoor, hè, om studenten te huisvesten. Dus wat dat betreft, die mogelijkheden zijn te over. En daar zit natuurlijk ook wel wettelijke ruimte bij om juist die transformaties plaats te laten vinden. En ook mensen in tijdelijkheid dingen te laten verhuren. Dus die zijn er wel. Alleen je moet even afstappen van het idee dat de corporatie het enige is die dit allemaal mag doen. Heel goed. Dus dat vind ik een goed punt. Een ander punt is, als je zegt van de stad Amsterdam. Ja, waarom gaan studenten naar de stad Amsterdam? Of wonen ze hier? Dan denk ik, ja, volgens mij is dat juist natuurlijk een waanzinnig uitgaansleven. Mijn dochter zit hier tegenwoordig ook op de VU. Woont ook in Amsterdam. Dus ja, dat is prettig, hè? Je komt toch in een andere wereld terecht. Maar tegelijkertijd, de stad Amsterdam biedt wel juist die diversiteit en de mogelijkheid om dat te leren. Dus ik vind ook wel de marketing van de city mag dat ook veel sterker profileren. Want daar zijn ze ook van. Hè? In heel Nederland, maar ook van anders, is de stad Amsterdam toch de meest gastvrije, hè? Zo wordt het ook gepropageerd, voor dit soort dingen. En dan denk ik, ja, als je hier wil studeren, geef ze dan de studenten dan ook mee. En dat is dan de marketing om ook juist daar te gaan wonen waar dat mogelijk is. En doe een bijdrage, want je wordt er rijker en steviger van. En dan is een diploma heel iets moois wat jij dan geeft. Heel goed. Want dat helpt je. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect vindt. Een ander aspect wat ik vind, maar dat ben ik het niet zo met jou eens, is dat je alles aan alles gaat verknopen op een gegeven moment, ook wat de studenten hier moeten doen. Ik denk als ze hier gaan wonen en je geeft zo'n voorziening, focus dan ook op de dingen waarvan ze dan ook sterk zijn. En als zij gewoon sterk zijn om juist kinderen en gezinnen te helpen, zet daar dan alle effort op. Ja, ja, want die versnippering, naar alles merk ik, en dat zie ik ook in Rotterdam-Zuid, maar dat heeft in al die wijken op een gegeven moment geleid. De focus is op een gegeven moment weg. En daarmee bereik je eigenlijk niet de resultaten die je wel wil
hebben. Hoe belangrijk dit ook is. Hè? Nou, de kern wat ik ontzettend van toegevoegde waarde vind is 10 uur impact per week per student. Het is niet even huiswerkbegeleiding geven van een uurtje en dan weer weg. Hè? Dus dat vind ik, als het gaat over massief, dan vind ik dat al iets massiefs in zich hebben. En ik zou voor het vervolg zou ik het woord project er even af willen krassen. Want ja. Je hebt namelijk honderden projecten. Giving back, noem maar alles. Hè? Noem maar op. Dus je zou, als ik het zo beluister en de energie die ik hier aan tafel voel, dan zou je er een beweging van moeten maken die past in de lijn van de participatiesamenleving waar Rutte zo zijn mond vol van heeft. Een sociaal offensief. Een sociaal offensief in wijken die, waarvan die methode en het concept van jullie daar een heel cruciaal element van is. En ik hoorde Pieter net zeggen, ja, maar we hebben kantoorpanden. Hou dat vast, claim het. En je weet dat de overheid niet zomaar kantoorpanden kan gaan lopen verspreiden. Tenzij het natuurlijk hele goede panden worden waar je ook gewoon in kunt wonen. Dat je niet onverklaarbaar bewoond is of onbewoonbaar verklaard. Dus Pak dit initiatief en zorg dat ook onderdeel uitmaakt van die beweging. Okay. En zorg dat de partijen bij elkaar komen. En haal vooral het woord project eraf. Ja. Wat hier heel bijzonder aan was, was dat we eerst via een briefing, hoe het in elkaar zat, hoe iets kleins langzaam zijn weg vindt en wat de complicaties worden, vervolgens vanuit de verschillende posities de urgentie benoemde. Dat zat ook echt in het verhaal van Karel Wagenaar en van Liora. En dat we echt in staat moeten zijn in Amsterdam, en dat was ook heel goed, René, wat je zei, om het nu in, en ook de opmerking van de gezant van minister Blok, om het te focussen. Om het te focussen in Nieuw-West, in Osdorp, waardoor het ook echt opvalt. En dat is meer dan een project. Dat is echt een factor die ertoe doet.